Ik wil dat je trek krijgt van dit boek en zin om je koffer te pakken. Om samen met mij op pad te gaan langs al die prachtige eetculturen en het landschap letterlijk op te vreten. Thuis, op de bank of onderweg. René Pluijm, je schreef een boek over eten, over koken, over reizen. Het is eigenlijk een spirituele ervaring die veel met eten te maken heeft. Ja, ik moet zeggen dat de totstandkoming van het hele boek is een spirituele ervaring voor mij. Waarbij je eerst van een soort gedachte naar een visualisatie, naar een realisatie gaat. Dat is een heel bijzonder moment. En wat voor de rest natuurlijk ook, wat je spiritueel zou kunnen noemen, is alle mensen die je ontmoet. Onderweg kom je zoveel mama's en papa's en vakbroeders en koks en boeren en noem het maar op. Die kom je tegen. Allemaal mensen die iedere dag staan te beuken om echte kwaliteit te leveren. En ja, dat vind ik wel een... Ik heb heel veel kippenvelmomenten. Dat mag je best spiritueel noemen, denk ik. Eten verbroedert. Dat roep ik, dat gil ik overal waar ik maar kan. En dat is ook weer het mooie. Overal op onze wereld eten mensen. En overal zitten mensen aan tafel samen. Als je iets deelt met iemand, dan gebeurt er iets. Ik ben daar steeds weer van onder de indruk dat waar je ook komt, of je nou op de Azoren bent, of dat je in Denemarken in de steenkool, altijd weer mensen die in liefde samenkomen aan tafel. Eten is voor mij veel meer dan vulstof, als ik zo mag zeggen. Het is veel meer, want dan zou je ook een injectie kunnen nemen of een pakje naar binnen kunnen gooien. Het scheelt een hoop tijd ook. Het scheelt een hoop tijd, dat is waar. Dat is waar. En nu raak je iets trouwens, want tijd. Wij hebben geen tijd meer in onze samenleving om te koken. Wij besteden geloof ik nog iets van 13 minuten aan koken per dag gemiddeld. We leven in een tijd waarin we diepvriespizza in ons hoofd stoppen terwijl we naar culinaire programma's kijken. En dat vind ik natuurlijk jammer. Ik verzet me daartegen. Ik wil graag mensen weer laten zien van jongens, zo moeilijk is koken helemaal niet. En zo leuk is koken eigenlijk, want je hebt er ook zoveel plezier aan. Ga met je familie de keuken in, ga met je vrienden de keuken in, ga met je bedrijf de keuken in. En je zult merken dat je samenkomt, dat er iets ontstaat, een soort chemie. Ja. Niet alleen in die pan ontstaat chemie, maar ook eromheen, snap je? Ook tussen de mensen? Ook tussen de mensen. In dit boek staan verschrikkelijk veel soorten tomaten, verschrikkelijk veel andere ingrediënten. Waarvan ik denk, hoe kom je in godsnaam aan die ingrediënten? Ja, de zoektocht zal je in Nederland ook moeten voortzetten. Net als ik dat doe in het buitenland, zul je ook in Nederland moeten zoeken naar de kwaliteitsleveranciers. Dus iets wat tot mijn spijt verdwijnt, is natuurlijk het beeld van de slager om de hoek of de groenteboer. Mensen die nog iets hebben met mensen, het intermenselijke. En mensen die ook weten waar ze over praten. Ga dus gewoon, mijn advies is, ga gewoon naar een goede groenteboer toe en vraag gewoon waar je die cavolonero kunt krijgen en waar je die snijbiet kunt krijgen en waar je de aardpeer kunt krijgen, want je kunt ze vinden. Je moet er misschien even wat werk voor doen, op het internet kun je ook zoeken. Ze zijn er, ja. Geloof me, ze zijn er. Ook in Nederland nog? Ook in Nederland, absoluut. En het goede nieuws, want ik ben misschien een beetje zuur in mijn constatering dat we smaakvervlakking en zo, is ook een beetje een modewoord aan het worden. Er is hoop hoor, want er is een groeiende groep mensen die weer op zoek gaat naar de herleidbaarheid van het product, die weer gaan naar de basis van het product. Dus dat betekent dat er ook meer bedrijven daarop inspelen. Zelfs wat grotere bedrijven, die gaan al het aanbod verbreden. En dus je kunt echt wel uitvoeten in Nederland. En Nederland, voor alle duidelijkheid, wij hebben zo'n enorme rijkdom in ons landje. Alleen we weten het niet. Ik zou niets liever willen dan een serie maken, een televisieserie of een boek schrijven over Nederlandse producten. Want we kunnen het hier vinden, gewoon om ons heen. Het is niet zo moeilijk. Dus er komt een nieuwe televisieserie en een nieuw boek aan wellicht. Nou ja, ik hoor net toevallig, misschien mag ik dat helemaal niet zeggen tegen jullie, dat de derde serie, dat zeer aannemelijk is dat die er gaat komen. Omdat er nu dus landen zijn die naar ons toe komen en zeggen, god, wij vinden het ook leuk om een episode in ons land te laten filmen. En dus dat is hoopgevend. En daarnaast is het een persoonlijke wens van mij om Nederland te laten zien. Dus als ik alle provincies zou kunnen afreizen en per provincie zou kunnen laten zien van, kijk, dit vind je hier, dit vind je hier. Onze eigen heritage, onze eigen, hoe zeg je dat, erfgoed, ons culinair erfgoed, zou ik heel graag willen laten zien. Want we zijn er ook trots op. Ik ben er trots op, laat ik voor mezelf spreken. Nederlandse culinaire rijkdom opnieuw tot leven laten komen. Exact. Er zijn gelukkig al vele koks die dat doen. Je vindt op steeds meer menukaarten vind je regionale producten. Steeds meer koks werken met producten uit de directe omgeving. Zo moet het. Dat is beter. Dat is duurzamer. En het is vaak ook lekkerder. Omdat je het gelijk uit de grond trekt en op je bord. Daar kan niks tegenop. Ik heb het vaak over de kracht van eenvoud. Daarmee bedoel ik zo min mogelijk doen met een zo hoogwaardig mogelijk ingrediënt. Weet je, daar gaat het allemaal om. In mijn gebeuren. Dag Waldi. Ja, sorry, je kan mijn lachen niet houden. Waldi, heb je een boek? Heb je een boek? Ik moet even iets erin zetten.
Oké, sorry. Neem me niet kwalijk, ik moest eventjes tussen. Geef niet. Mijn boezemvriend die ging de deur uit, dus die kan ik niet zomaar weg laten lopen. De kracht van eenvoud, zei ik. Doe zo min mogelijk met een zo hoogwaardig mogelijk ingrediënt. Dan is koken heel eenvoudig. Ik noem mijzelf graag een zout- en peperkok. Wat bedoelt u daarmee? Daarmee bedoel ik geen smaakjes, maar smaak. Zorg dat dat stuk vlees wat je haalt, dat dat kwaliteit is. Doe daar geen verborgen complexiteit bij. Maar kook gewoon met zout en peper en koop gewoon een goed stuk vlees en een mooie groente. Dat is mijn devies, mijn persoonlijke kookstijl. En dat doet meer dan eten. Alleen het verbroedert mensen en het maakt het koken meer dan... Het brengt koken verder. Het brengt koken verder dan alleen maar brandstof om van te leven. Ja. Weet je wel, het is geen vulling, het is een genietmoment. Ik denk dat heel veel mensen, en zeker de mensen die hier nu naar kijken, die zijn dus blijkbaar geïnteresseerd in echt eten. Het is een genietmoment. Dus jullie zullen met me eens zijn dat je van dat moment samen met je gezin geniet. Je geniet van je gezin of van je partner met wie je dan ook eet. Maar je geniet ook van wat er op je bord ligt. En dat is voor mij heel belangrijk, om dat bij de mensen thuis te brengen. Ja. En dat is eigenlijk het belangrijkste van het boek Pluim op Pad. Dat is het, ja. Ja, René. Ja. Dit boek dit breng ik bij jullie thuis, weet je wel. Dit kun je thuis lekker doorbladeren en ga je gang. Laat je niet gek maken door mijn recepturen. Ga lekker experimenteren. Doe alsjeblieft je eigen ding, want recepturen zijn slechts een leidraad. Bedankt voor dit interview. Graag gedaan.